Welkom bij Recreama Caravans vanuit Bas-Kriekbach, waar de nieuwe tabbermodellen zijn geïntroduceerd, waaronder deze hele mooie. Ja, het staat erop. Surana. Die denkt, goh, wat een onbekende naam, dat klopt, want ze hebben ook wel eens namen gebruikt die achteraf toch niet gebruikt mochten worden. Ze hebben net bijvoorbeeld bij de Knaus van de Boxster moeten afzien van de Boxster, omdat Porsche die naam ook al had. Dus de Tabbert Surana. Nieuwe serie van de Tabbert. Hele nieuwe achterkant, ook met de X-Fold achterkant, met een mooie gesneden ramen erbij. Dus een hele mooie uitstraling. De Caravan is ook wat van het witte af. Het is wat grijzig wit. Het is niet Campovolo grijs, maar het zit wat tussen wit en grijs in. Altijd makkelijk. Deze heeft dan de hamerslagbeplating, de standaardbeplating. Je kunt er nog extra lijsten op bestellen, ook natuurlijk gladde beplating. Nou, dit is de 490 TD, Frans bedindeling. Rond zit achterin eigenlijk een hele bekende indeling. En dan natuurlijk met een hele nieuwe Serrana saus, dus wat lichter in gewicht. En van binnen mooi strak, degelijk. En Tabbert, en de Tabbert staat dit 70 jaar. Dus ook dat ze natuurlijk weer een mooie bed op de Caravan verwerkt. Ja, en dan zijn we in de Caravan gaan zitten. En dan zie je natuurlijk het mooie Franse bed. Dan denk ik, het een is wel gespiegeld, anders niet. Het is natuurlijk hetzelfde als we eigenlijk al jaren kennen, deze hoek met toiletruimte ernaast. Mooi compact waspakje, dus betekent veel loopruimte ernaast. Dan zit hier een kast. En daar de keuken. Ja, ze hebben gewisseld. Daar heb je dus een hele ruimtelijke uitstraling. Dat is natuurlijk wat we allemaal graag willen. En daardoor hebben we ook nog weer een extra tv-meubel bij de zit op een plek voor een koffiemachine. Zodat u nog een beetje met de ruimte kan spelen. En ook nog eventueel foto's kan ophangen natuurlijk. Dat is natuurlijk de feature van deze mooie caravan. Ja, het is heel handig opgelost. Keukenblok zit hier. Deze heeft toevallig een oven. Kunt u optioneel meebestellen. En de koelkast zit er tegenover met de oven. Een grote gangkast en nog een legkast hier. Dus eigenlijk op zich heel praktisch ingedeeld. Ja, en dan zit ik op de rondzit achterin. Zoals gezegd zit een mooie ruime rondzit achterin. Tegenover mij zit de plek voor de televisie. Ook nog een tv-meubelkastje. Je kunt ook nog een koffiemachine neerzetten of de tv die u niet op wil hangen. Kan er ook nog staan. Dat kunt u mee spelen. Fotolijstje wand natuurlijk. Ook een mooie gimmick is die geribbelde wand. Een soort akoestische wand. Wat we ook wel in de woningbouw kennen. Ja, en de ruime rond zit touchlampjes. Het is gewoon een hele mooie strakke caravan. En het is wel getapperd, geen tapperd. Het heeft wel de look en de feel van de Tabbert, maar toch in een modern jasje. En het leuke is, het is nog te koop ook nog. Nou, als u daar wat meer over wil weten, op onze website www.recreama.nl vindt u natuurlijk veel meer informatie over deze caravan of andere caravans die wij verkopen. Maar anders komt u natuurlijk gezellig langs. Ik zou zeggen, graag tot ziens.